Ben Mandenmakers is bereid RKC Waalwijk de helpende hand te bieden. De hoofdsponsor van RKC Waalwijk heeft een bod neergelegd om het stadion over te nemen. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro. Dat laat Voetbalprimeur weten op zijn site. Met het overnemen van het complex wil Mandenmakers wel toestemming om op het bijbehorende parkeerterrein te bouwen. Met de verkoop onder voorwaarden bezorgde de sponsor direct een verlies van 4,8 miljoen euro voor de gemeente, omdat het stadion voor 8,8 miljoen in de boeken staat. Daarnaast Mandemakers dat de gemeente een lening aan RKC van 2,3 miljoen euro kwijtscheldt. Het voorstel wordt nu in de gemeenteraad behandeld.